Ja, Gerben de Knecht. Succes met Lucinda, maar ja, de Brabantse dames, valt het je tegen of was dit wel de verwachting? Nou ja, goed, Talita is natuurlijk nog niet echt in goede doen. Ze was deze week verkouden, het was al mooi dat ze hier was. En goed, valt dan iets tegen voor haar, maar nogmaals, ik ben blij dat ze hier was. Was voor haar belangrijk, volgend seizoen opnieuw beginnen, weer helemaal fit. En Maud valt iets tegen, goed gestart. Ik heb er nog niet heel goed kunnen spreken wat er daarna is gebeurd, maar... sowieso wel een lastig parcours voor Maud. Ze heeft niet meer de vorm die ze in het begin van het seizoen had. Dus dan weet je eigenlijk vooraf dat het heel lastig wordt. En ze heeft gewoon gedaan wat ze kon. En ja, dan rolt daar een plek uit waar ze dan waarschijnlijk niet heel erg tevreden mee is. En Marianne geprobeerd, geknokt, vorige week vierde, maar zij kon ook niet beter. Nee, goed, vorige week was denk ik het maximaal haalbaar voor Marianne vierde. Vielen twee goede dames vielen uit. Was iets vertekend beeld, maar was zeker goed. Zit in de stijgende lijn. Maar op zo'n zwaar parcours als dit komt het net een week of twee, drie te vroeg voor Marianne, denk ik. En het tekent haar wel dat ze gewoon de koers uitdoet. En dus zich toont voor het publiek hier in eigen land. Hoe kijk je overal terug op jouw meiden vandaag? Nou ja, heel positief. Ik ben heel blij dat Lucinda die derde plak... In de brand sleept, want dat was denk ik vooraf, zou ik daarvoor getekend hebben, het hoogst haalbaar. En dat ze het dan even doet, dat is gewoon heel knap. Morgen de mannen, ja, het zijplan is gewoon Mathieu meteen vanaf de start weg en dan zien we het. Dat zou mooi zijn, daar teken ik meteen voor. Goed, ik denk, ja, WK is altijd een vreemde wedstrijd. Hij is natuurlijk de gedoodverde favoriet, maar hij moet het wel eventjes gaan doen. Ik heb goede hoop, maar het is een heel gevaarlijk parcours, er kan van alles gebeuren. Ik hoop gewoon dat hij gespaard blijft van materiaal, pech en dat hij eerlijk zijn kansen kan verdedigen. En dan zie ik het wel goed komen. Brons dus in de brand, maar we hebben wel eerder brons op de dag. Rijnkamp uit Raamsdonksveer. Ja, nou ja, een Brabander natuurlijk, hè. Hartstikke mooi, traint ook altijd woensdag bij mij in Alphen. En hartstikke leuke jongen, een beetje pech gehad in de koers, ik denk dat er meer in had gezeten. Super gereden. Andere Brabantse jongen, Mees Hendricks, rijdt helaas zijn schoenplaatje los. Had ook nog wel mee kunnen doen voor het podium. Die jongens hebben het gewoon heel goed gedaan.